Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Over het zuiden van het land trekt veel bewolking en zeker vanochtend is het daar ook nog regenachtig. In het midden en noorden van het land schijnt van tijd tot tijd wel de zon vandaag, maar komen ook verspreid enkele buien voor. In de loop van de dag zullen we zien dat de wolken in het zuiden ook weer wat dunner worden en dat ook daar af en toe eventjes de zon doorbreekt. Het wordt vandaag zo'n 8 of 9 graden, lokaal misschien een graad of 10. De wind is zwak of matig boven land en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten tot noordwesten, windkrachten 3 tot 6. Vanavond gaat de wind wat afnemen, er komen nog wat meer opklaringen en de buien nemen grotendeels af. Halverwege de avond is het een graad of 4 en komende nacht wordt het een graad of 4 ook. Morgen overdag blijft het eigenlijk vrij koud. Het wordt hooguit 6 tot 8 graden. En verder trekken stevige buien over het land. Er kan onweer een hagel bij zitten. Tussendoor schijnt soms de zon, met name in de noordelijke helft van het land. Dan volgende week blijft het licht wisselvallig, met nu en dan wat regen of een bui, maar tussendoor ook wel wat zon. Op dinsdag overheerst de bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 10 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.